Nu bij de Tros, de minuut voor de TV-dokter. Kom gauw thuis. Goedenavond. Als huisarts ga ik regelmatig een van mijn geopereerde patiënten in het ziekenhuis bezoeken. Zo ook Heidi. En dan staat er van alles bij het bed. Bij Heidi hangt er een zak met bloed. En daar wil ik het kort even met u over hebben. Vaak is een bloedtransfusie nodig om weer beter te worden. Daarom is er in Nederland veel bloed nodig. Iedere dag weer. Gelukkig zijn er in ons land veel mensen die bereid zijn regelmatig een halve liter bloed af te staan. Het zijn er nu ruim 500.000. En deze gevers, de donoren, doen dat geheel belangeloos voor hun medemens. Toch is het van belang dat er ieder jaar minstens 50.000 donoren bijkomen. Dit omdat de vraag steeds groeiende is en omdat er enkele weer afvallen. Daarom doen we een beroep op een ieder die gezond is tussen de 18 en 65 jaar om bloed te geven. Geef. Dan is het er ook als u het zelf nodig heeft.